Ja, dit was de eerste keer dat we verloren en nou ja, hebben we het ook gehad. En zo van, nou, dat weten we dan, dat gaan we niet meer doen. Nee, dat is niet de bedoeling. Ik denk dat, ja, dat dit een heel andere wedstrijd is. En we hebben het ook al wel afgesloten hoor. We zitten nu alweer richting Go Ahead natuurlijk over 2 dagen. Dus ja, ik denk dat deze ploeg juist heel gebrand is en volwassen genoeg is om, om juist zondag weer een mooie dag van te maken. Ook nog een manier waarop. De eerste helft zag het er prima uit tegen Jong AZ. Goede goal. 2, 3 andere mogelijkheden. Maar de tweede helft was een klein beetje onwaardig wat betreft ons spel de laatste weken. Dus ja, daar zijn we wel teleurgesteld over. En dat is ook onze taak om daar goed naar te kijken. En ja, daar heb ik wel een klein beetje een rot gevoel aan overgehouden. En helemaal als ik dan ook weer zie dat... Ja, de manier waarop, dat is toch wel jammer. Go Ahead is natuurlijk in alle opzichten een kraker, hè? Ja, ik denk dat zij wel een beetje hetzelfde hebben als wij. Ik denk dat zij fysiek ook sterk zijn en toch ook wel hier en daar proberen te voetballen. En ze zijn volgens mij best wel lang ongeslagen. Winnen niet altijd, maar verliezen ook moeilijk. En ja, dat geeft wel aan dat ze strijdvaardig zijn. Dus ja, ik denk dat het voor ons een moeilijke tegenstander is. Maar wel, ik denk dat het een mooie middag gaat worden. Nou ja, weet je, ik heb nooit geroepen dat wij 10 punten voor zouden staan in de winterstop. Maar je ziet wel gewoon dat alles een beetje op zijn plek gaat vallen. NEC die er gewoon weer bij kruipt. Volendam die weer prima wedstrijden weten af te werken. Maar ja, Go Ahead ook. En dat zijn ze ook wel een beetje verplicht. Een vergelijkbare club met de Graafschap, met achterban, met veel toeschouwers. Prima kwaliteit op het veld. Dus ja, we kunnen onze borst nat maken. Maar ik vind wel dat we deze wedstrijd behoren te winnen. Ja, dat klopt.